Goedenavond. Goedenavond. We zijn er weer. Ja, tijd geleden. Waar we achter zijn gekomen is dat toch een behoorlijke aanslag is op onze oefenfrequentie voor onszelf. Ja. En daarom hebben we gekozen om de frequentie van het vloggen te verlagen. En vooral te gaan vloggen op het moment dat we echt interessante dingen hebben die we met jullie willen delen. Zoals vanavond. Vanavond is terugkomavond voor 4 kandidaten van de 8 die we in totaal hebben gekregen op de informatieavond. En daarmee hebben we een brandinzet gedraaid en hebben we een HV-inzetje gedraaid waarbij ze gestabiliseerd hebben en in een deur geknipt hebben. Ja, de nieuwe vrijwilligers hebben meegelopen met ervaren brandweermensen. Daar hebben ze hun vragen kunnen stellen tijdens de inzet. We hebben gekeken hoe hun inzicht was, hoe ze gedreven waren en we hebben het boven nabesproken. En er is uitgekomen eigenlijk dat de 4 die vanavond er waren, alle 4 door willen. En die gaan we dit nieuwe jaar vaker uitnodigen om mee te doen met de oefenavond. Ja, we zullen gewoon aansluiten bij ons normale oefenprogramma. Tussendoor inderdaad hebben jullie wat dingen kunnen zien over wat we in ieder geval deze avond gedaan hebben. En volgende week gaan we ook weer vloggen. Dat sluit niet helemaal aan bij wat we net hebben gezegd, maar we gaan een volleyballen met de ploeg. Als het goed is, maken we een goede kans voor in ieder geval de top 3. Nou moeten we het nog gaan waarmaken, dat gaan we zien. Maar we nemen jullie in ieder geval mee en dan zien we jullie volgende week. Zien we jullie volgende week. Die week erop hebben we de andere 4 nieuwe vrijwilligers. En die zullen we dan ook weer meenemen in de vlog. Ja. Tot volgende week. Tot volgende week.